Zijn Urkers excentriekelingen? Zijn het rare mensen? Want dat beeld ontstaat soms een beetje voor de rest van Nederland, heb ik het idee. Wij mensen zijn denk ik allemaal rare mensen. Even een vraag over Urk. Wat kunnen christenen leren van Urkers, denkt u? Nou, daar valt heel veel van Urkers ook te leren, hoor. Als het gaat om de vrijmoedigheid, hè, als het erom gaat om uit te komen voor je geloof, daar schaamt menig Urker zich niet voor. Hè. Van waar ze ook zijn, ze durven echt ook hun standpunten neer te leggen. Wie ze zijn en waar ze ook voor staan. Maar er waren toch heel wat Urkers net op straat die niks wilden zeggen? Zal er misschien mee te maken hebben dat u daar ook rondliep met ook een camera? Dat zou het inderdaad kunnen. Oh, daar houdt die vrijmoedigheid op. Nou, dat is natuurlijk altijd ook de vraag dat ze niet altijd ook weten van waarom er iemand rondloopt met een camera en wat ook de bedoeling is daarvan. Maar ook een Urker die komt echt wel uit voor zijn overtuiging. Dat kunnen ze er zeker van leren. Urker is vrijmoedig en die zegt ook dus ook recht voor zijn raap wat ook leeft in zijn hart en hoe die tegen bepaalde zaken aankijkt. Ja, ja. Bent u bekend met Ellie en Rickert? Nou, bekend is een groot woord, maar ik weet wel wie dat zijn. Ze hebben zo'n liedje, we hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar, en toch zijn we broertjes en zusjes. Daarbij moet ik stiekem toch altijd een beetje aan Urk denken. We zijn hier ook wel altijd een beetje uitgesproken mensen, maar aan de andere kant heb je dan ook, ik weet niet of u dat boek over Urk onlangs van die Gentenaar heeft gelezen. Dat ze lijkt toch ook een andere kant te zitten, die we dan niet zien. Zijn Urkers excentriekelingen? Zijn het rare mensen? Want dat beeld ontstaat soms een beetje voor de rest van Nederland, heb ik het idee. Wij mensen zijn denk ik allemaal rare mensen. Hè? En we moeten onszelf in dat opzicht ook niet al te serieus altijd nemen. Hè? Van we kunnen onszelf zo groot maken. En dat is ook nooit goed. Hè? En we hebben allemaal ook onze rare kanten en onze ook goede kanten. En ik denk dat ieder mens ook uniek is. En iedere bevolking is ook uniek. Dus ook de Urken zijn ook unieke mensen. Maar dat geldt net zo goed ook voor de mensen uit Groningen. Dank u wel. Vond je dit een leuk filmpje? Abonneer je dan nu op ons YouTube-kanaal of word lid van CP+.